Ja, jij mag het zo zeggen. Ik was net boven bezig met het maken van een video. Of niet, was ik aan het editen. En ondertussen was ik met Valerie aan het kletsen. Ik moet even iets super gaafs delen. Ik weet niet of je de groenteman op Instagram volgt. Maar een berichtje van Matthijs met Meerte te knuffelen. Goedemorgen. Het is vandaag maandagmorgen, 22 februari. En ik heb vakantie. Heerlijk. Het is 8 uur. Ik heb al een video geëdit. Ik was weer mijn gebruikelijke vroege tijd wakker. En nu ga ik eventjes een beetje hier opruimen. Dan nog een video editen en dan een heleboel online gooien. Anders hebben jullie niks te bekijken. Dat is niet zo handig. Maar ik ga eens even de tafel weer leegmaken, want daar belandt ongemerkt dan nog weer een hele hoop rotzooi op. Ik ga even de keuken bijwerken, dat die weer helemaal opgeruimd en al is, zeg maar. Maar eerst eens eventjes een ontbijtje maken. Dus dat ga ik even fixen. Nou, dat keuken schiet al op. Eerst even een shakey. En dan krijg ik wat water erbij. En dan ga ik weer boven aan de slag. Ik moet nog één video editen, dus het valt op zich nog mee. Ik heb gisteren en eergisteren, ja, suus. Helder licht. Ik ging water halen. Helpt het als ik mijn waterdeeg meeneem. Gisteren en eergisteren heb ik best heel veel video's geëdit. Tussen de dingetjes door. Dat ging eigenlijk best wel heel goed. Dus liep lekker vlot. Dat was zo mooi. Nog eentje en dan ben ik weer helemaal bij. Dat is wel fijn, want voor het weekend moest ik er nog 4 of zo. Ja, ik denk dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja. En nu nog vitamine C, mocht je afvragen. De pot is eigenlijk leeg. Er zit niet meer genoeg in. Dus dan doen we bruistabletten. Ook lekker. En vooral veel vitamines. Dat vind ik wel even fijn. Goed. Even ontbijten. Zonder camera. Ja, jij mag het zo zeggen. Ik was net boven bezig met het maken van een video. Of niet, was ik aan het editen. En ondertussen was ik met Valerie aan het kletsen. En ze was iets vergeten. Maar toen zei ze dit. Ik ga je niet in beeld doen, want je bent nog niet aangekleed, zeg maar. Ik heb genoeg. Ik heb alleen een badjas overheen, want ik heb het koud. Oh, ja, dat kan ik niet zien. Kom op. Oh, je hebt gewoon een shirtje aan. Maar mag ik je in beeld doen dan? Nou, dat dan ook weer niet. Oh, dat dan ook weer niet. Oké, maar vertel. Ik zei, het vlees wat niet genoemd mag worden vanaf nu. Ja. Ik had een hondje gebeld toen jij het verboden woord zei. Ja, want het woord dat is K-I-P. Als we dat hardop noemen, dan wil er iemand gelijk een K-I-P stukje. Dus dat is vandaar de titel van vandaag. Dat wat niet genoemd mag worden. Lijkt wel een beetje Harry Potter, hè? Maar ik ging koffie zetten. Want ik heb alle video's zo ver klaar dat ze staan te uploaden. Vogelnestje daarboven wordt uitgebreid bekeken door diverse koolmezen en pimmelmezen. Dus we gaan het zien wie het wint. Ik ga lekker een rondje fietsen, dus vandaar de deur al open. En jullie in mijn hand. Ik zie jullie onderweg vast wel even. We'll be right back.
ineens donker. En dat klopt, want ik heb vanmiddag nog wat dingetjes gedaan. Die heb ik niet gefilmd. De hamsterkooien zijn alle twee helemaal van top tot teen verschoond. En de bovenste is senior proof gemaakt. Dus dat betekent zonder verdieping kan hij niet meer vallen. De onderste heeft nog wel alles gewoon erin wat hij er ook in had. Alleen alles lekker schoongemaakt, lekker fris gemaakt. Dus nou ja, dat heb ik lekker gedaan. Ben je toch wel een poosje mee bezig. Dat heb ik nog weer aan eten gemaakt. Nou ja, gemaakt. Rollade opgewarmd en bloemkool gekookt. Dat was het. En tenminste, Emily had pasta. Dus ja, dat was ook niet zo heel boeiend. En verder heb ik nog lekker gebeld met Marijn en met mijn moeder. En daar ga ik zaterdag heen. Daar heb ik zin in. Lekker even een dagje ertussenuit. We gaan het gewoon doen. Hallo, er komt hier iemand kijken. Die denkt, joehoe, je hebt mijn huis leeggehaald. Ja, hè. Ja, dat vind je helemaal niks, hè, dat ik je huis heb leeggehaald. Maar hij heeft daar alweer een enorme bunker gebouwd. Daar zit zijn roze huisje ook ergens onder. Dus ik weet niet wat hij allemaal aan het doen geweest is, maar... nou ja, ik denk dat hij zich wel vermaakt. In elk geval, zakdoekjes gaan het huis in. Hallo, kom je even van dichtbij kijken. En deze heeft daaronder alweer een... Daaronder alweer een hut gebouwd. Ja, en ik heb net een eind gelopen. En nu mijn telefoon opnieuw opgestart. Want ik wilde nog even een boek luisteren. Want ik had een poosje gebeld met Valerie. En toen wilde ik even een boek luisteren. En dat lukte gewoon niet. Want hij was niet gedownload. En ik heb daarvoor geluisterd. Dus wat daar nou weer fout is gegaan. Ik heb het maar weer gemeld bij de makers van de app. Daar heb ik contact mee. Omdat er een aantal andere dingen ook niet goed gaan. Dus dit heb ik ook maar even bij ze neergelegd. En nu ga ik lekker tv kijken. Er is vast wel wat op tv. Nog even het Diamond Paint stukje van vandaag afmaken. En dan kunnen we daar morgen weer verder mee. Hij schiet echt heel erg op nu. Kijk. Alleen nog hieronder nog een stuk. Daar nog twee stukjes boven. En dan nou ja, de laatste rand, zeg maar. Dus het schiet al op. Ik moet even iets super gaafs delen. Ik weet niet of je de groentjes al op Instagram volgt. Maar hun berichtje van Matthijs met Meerte te knuffelen is gewoon gedeeld door Jim Bakken met een zo lieve tekst eronder. Ik zou zeggen, ga even een kijkje nemen bij Jim Bakken. Gewoon even zoeken tot je Sarah en Matthijs ziet. Maar, oh, wat is dat leuk. Dit is echt gewoon, ja, opsteken van de dag, zullen we maar zeggen. Zo voor mij tijd om nog even B12 te prikken. En dan ga ik gelijk lekker slapen. Zo, dat was het vandaag. Ja, voor mij tijd om lekker te gaan slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Ik krijg een neef op bezoek. Die komt even een bak koffie doen. Heel gezellig. In zijn eentje. Want ja, anders kan het niet. Verder nog plannen. Nou, een beetje rommelen in mijn huis. Kijken of ik de tuin een klein beetje onkruid alvast wat uit kan halen. Wat lukt. Want niet altijd veel. We denken wat we gaan eten. Dat is ook wel een goede, denk ik. Verder. We gaan het allemaal wel zien. Weer een nieuwe dag. Morgen. Je gaat hem zien in een nieuwe video. Ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, dat kan hier beneden. Vind ik super tof. Heel fijn. Dus ik wens je dan alvast van harte welkom. Hele fijne dag trouwens als je deze video eens morgens kijkt. En kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Doei doei. Hey, pst. Zus vanuit de toekomst. Ja. Ik ben deze video aan het editen. En ik zie dat er een stukje mist. Ik heb het niet gefilmd. Sorry. Vergeten. Helemaal. Want... ik heb Dobby schoongemaakt, tenminste de kooi van Dobby schoongemaakt, om een hele simpele reden. Hij gaat morgen uitlogeren. Hij gaat naar de fokker terug, het is een leenmannetje noemen ze dat. En hij gaat dus voor hopelijk nageslacht zorgen. En het allerleukste is nog dat één van die nageslacht als naar mij toe komt op het moment dat een van de andere drie hamsters er niet meer is. Dat vind ik wel heel erg super tof om gewoon eventueel een vader en een zoon in huis te hebben. Tof toch? En ja, ik heb dat samen met de fokker gedaan. Ik vind dat heel erg leuk en het is een leuke samenwerking zo. En zij is er heel erg mee geholpen en ik vind het gewoon heel erg leuk. Want zij heeft gewoon hele leuke hamsters, dus dat vind ik. Blackie van de Hummeltjes komt daar bijvoorbeeld ook vandaan. En die leeft ook nog steeds. Die is inmiddels al 2 jaar en een maand, denk ik. Nou, dat is best op zich al op leeftijd. Dus ja, maar ik denk, ik ga toch nog even zeggen dat dat morgen gaat gebeuren. Ik weet alleen niet of ik het ook ga filmen morgen. Maar dat zie je dan wel. Tenminste, eigenlijk vandaag. Want...